Henk, enige vraag is, wat vind jij van deze Speed Academy? Ik wil hem op een niet aansluitend manier wil ik hem beantwoorden. Het is voor mij ook een feestdag. Want datgene wat ooit begon in 1989 in Heerenveen, Pro-Action. 2 jaar lang op een gegeven moment proberen de internationale schaatswereld en vooral de schaatser uit de tweede lijn te faciliteren. Dat heeft een stranding gehad na 2 jaren. Op basis van veel te weinig draagvlak. En daar was ik zelf dan leidend in. En nu is het maar niks gelukt. En nogmaals, applaus alom. Het is schitterend. Jij hebt dus ervaring. Jij hebt ervaring hoe het dus ook kan mislukken. Heb je Marnix ook een beetje kunnen begeleiden in het hele proces? Nou, begeleiden is een te groot woord. Maar toen hij dus het eerste jaar, het tweede jaar begon, toen ben ik wel bij hem aangeschoven. En ik heb al gezegd, hoe is het? En toen wist ik een beetje datgene wat zijn wereld was op dat moment. Want nogmaals, dat had ik zelf meegemaakt. En ik heb hem toen ook kunnen adviseren. En daar heeft hij me later op een gegeven moment zeer... Dankjewel voor tegen gezegd, zeer voor bedankt. Want ik heb gezegd van jij moet niet in het uitvoerende traject met dus de realisatie van die bus en de tent ervoor. Dus dat allemaal dus opbouwen en afmaken. En gastheer zijn voor je sporters. Maar je moet daar weg en je moet inderdaad echt met je netwerk bezig. En contacten leggen met coaches, met landen, met ISU mensen. Want nogmaals, je moet je invechten in die wereld. En wat ik niet heb gedaan toen, deed hij wel. En nogmaals, wat je nu ziet en heel veel enthousiaste mensen is geweldig. Maar heeft een hele zware marsroute gehad en het is hem gelukt. Nou, dat is schitterend. Wel ook trots? Ja, nou niet voor mij, want nogmaals, het is niet mijn verdienste, niks. Maar ik heb wel genoegen aan het feit dat zo'n instituut wat ik ooit in gedachten had en dus heb gepoogd te doen. En het nu dus op een gegeven moment handen en voeten zie krijgen hier in Insel. Daar heb ik natuurlijk heel veel genoegen aan. Want nogmaals, het heeft bestaansrecht, echt waar.